Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zegt dat er binnenkort een verkiezingscommissie voor het jeugdparlement wordt geïnstalleerd. Gisteren, voor aanvang van de ministerraadsvergadering, zei de bewindsman dat de zaken in voorbereiding zijn en goed lopen. Dus er gaat binnenkort een verkiezingscommissie worden geïnstalleerd. We hebben wat vertraging opgelopen, omdat we de wet moesten aanpassen. Die staatsbesluiten zijn er nog niet door, maar we hopen dat binnenkort die zijn worden aangenomen, zodat we dan full speed kunnen gaan naar de verkiezingen toe. Maar de verkiezingscommissie wordt of deze week of komende week wordt de verkiezingscommissie geïnstalleerd. En de bedoeling is dat we de launch naar de verkiezingen toe op 30 maart zullen doen. McAndrew zal voorlopig waarnemen voor zijn collega Silvano Tjonahink van Ruimtelijke Ordening en Milieu, die per morgen niet langer de hoogste man op het ministerie is. McAndrew geeft aan dat hij volgens afspraak 2 weken zal waarnemen, erop hopende dat de functie snel wordt ingevuld door een nieuwe functionaris.